Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in Drachten, bij de Acht van Drachten. Dit is een wedstrijd die dwars door Drachten heen gaat, 8 kilometer lang. En wij gaan de start maar eens opzoeken. Zie jullie daar. Nou, we zijn netjes op 1,5 meter ingedeeld. Ik zit in startvakje E. En we gaan eens even kijken wat voor tijd we nu neer gaan zetten. We gaan beginnen met een run. Zie jullie straks weer. Heel erg opgelegd. 5, 4, 3, 2, 1. En dan zijn we betrokken. Daar linksboven hebben ze dan nog een hele rare koning. Ze zijn op de Curie uitgekomen, terwijl ze deelnemers over de finish zijn gekomen. En ze gaan even met een telefoon over die QR-code.
Nou, we hebben de eerste 4 kilometer alweer doorbracht. En het is nog maar een kleine, of grote 3 kilometer te gaan. Tot we bij de finish zijn. Daar zie ik mij gisteren al flink heb laten slopen. Door de 4 mijl van Assen. Doe even 1 minuutje kalm aan. Hè? We moeten natuurlijk geen blessures krijgen. En dat we straks helemaal niks meer op kunnen nemen. Dat is niet de bedoeling. Nou, je ziet me even, heel even een stukje lopen. En dan ren ik zo weer door. Tot zo.
nog 2 kilometer te gaan. En dan zit dit avontuur er weer op. Het is een behoorlijk pittig runnetje. Het zijn wel alleen maar verharde wegen. Maar af en toe even een beetje wind tegen. Het is gevoelstemperatuur 30 graden, maar ze zeiden tussen de 20 en 25. Maar het voelt mij aan als 30. Ik wandel even weer een klein minuutje. En dan gaan we die laatste 2 kilometer eens even trotseren. En ik zie daar de drinkpost ook al. Laten we daar eerst even naartoe gaan. Zo, hier zijn de lieve mensen die ons voorzien van een beetje vocht. Ik kan het gebruiken. Laatste kilometertje. Nou, dat moeten wij kunnen overleven. Ik drink hem even rustig op. Ja, dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk. En we gaan nu de laatste 1,5 kilometer trotseren. Ik zie jullie bij de finish.
Auken Rienstra. Dames en heren, ik heb een verzoek aan alle Ik heb hem gered. De 8 kilometer van Drachten. Ik ben helemaal kapot. En wij gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem alweer, de 8 van Drachten. Het was een behoorlijke pittige loop. Het was ook behoorlijk warm, veel zon. Maar we hebben hem natuurlijk weer gered. Het was even lekker dit weekend. Wij gaan even onze nodige rust nemen. Want er zal vast volgende week wel weer een runnetje zijn. Ik zie jullie de volgende keer weer. En jongens, vergeet niet, heel belangrijk voor mij. Subscribe, druk op het belletje en like de video. Dat helpt mij enorm. Het gaat al heel hard met het kanaal, maar het mag voor mij nog harder. Hoe meer sporters, hoe beter. Wij gaan nu even genieten. Tot de volgende keer bij Rosso's Running Channel.